FC Dordrecht speelt ter afsluiting van de open dag een oefenwedstrijd tegen Norwich City onder de 23. De club waar FC Dordrecht sinds eind vorig jaar mee samenwerkt. En de aanvallende intenties die zijn gelijk duidelijk. Al vroeg in de wedstrijd komt de bal bij Hoogensteeger. Hij kan de voorzet niet geven, maar houdt er wel een hoekschop aan over. En die gaat genomen worden door aanvoerder Jari Schuurman. Hij is aanvoerder omdat Daniel Bredijk er niet bij is vandaag. En die bal die wordt gelijk binnengekopt door Fabian de Abreu. 22-jarige Braziliaan die gaat beginnen aan zijn eerste seizoen bij FC Dordrecht. Komt goed voor zijn man bij die hoekschop en knikt de bal binnen. De jonge speler die overkwam van Rio Branco. Zo staat FC Dordrecht al vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong. En anderhalve minuut na de 1-0 is het weer raak voor de Dordtenaren. Het uitverdedigen is niet goed. Lomas van Norwich City levert snel in, waardoor FC Dordrecht over kan nemen met Hoogensteeger aan de rechterkant. Hij ziet dus een ooghoek Louis Monsma meekomen. Die geeft een voorzet op maat en kan keurig binnen worden geknikt door Pedro Marques, de nieuwe spits van FC Dordrecht. 21-jarige Portugees die gehuurd wordt van Sporting Portugal. Komt daar goed in de lucht. Hij knikt de bal bij de tweede paal binnen achter doelman Archie Mayer. Die al voor de tweede keer moet vissen. En FC Dordrecht blijft maar doorgaan. Deze voorzet van Schuurman die komt op het been terecht van Louis Lomas. Centrale verdediger van Norwich City. Hij raakt de bal niet goed. Speelt sowieso niet echt een hele gelukkige wedstrijd bij Norwich. En Dort dus op 3-0 na een half uur spelen. Savas Murgos, de speler die nu nog met Norwich meespeelt. Maar de afgelopen dagen meetrainde met FC Dordrecht. Gaat ook komend seizoen uitkomen voor de Dordtenaren. Staat aan de basis van deze aanval die terechtkomt in het 16 meter gebied. De overtreding wordt gemaakt door Noah Lewis. En de scheidsrechter die geeft een strafschop. En achter de bal staat Adam Aida aan de kant van Norwich City. Een speler die dicht tegen het eerste elftal aan zit bij de Engelsen. Hij schiet de bal binnen. 18-jarige jeugdinternational van Ierland. Schiet de bal achter Ramon ten Hoven. De doelman die weer gehuurd wordt van een andere samenwerkingspartner van FC Dordrecht, Feyenoord. Weer Savas Murgos op zoek naar een aanval. Het balletje richting de rechterkant komt dan niet aan. De aanval gaat wel door met Thomas. Geeft daar de voorzet en bij de tweede paal duikt hij weer op. Die Adam Aida, speler die makkelijk zijn doelpunten maakt. Schiet de bal bij de tweede paal vrij eenvoudig binnen. En zo gaat de voorsprong van 3-0 verkleind worden in een paar minuten tijd door Norwich City onder de 23 naar 3-2. En dat is dan ook de ruststand. Uitverdedigen van Lomas is weer niet goed, waardoor Dordt over kan nemen. De bal vooruitgespeeld door Kok. Marques in het 16 meter gebied is dodelijk. Hij weet dit soort buitenkansjes wel te benutten. Schiet de bal dus binnen. FC Dordrecht op 4-2 door weer een doelpunt van Pedro Marques. Die vorig seizoen nog één duel in de Europa League speelde met Sporting. Toen tegen Vorskla Poltava uit Oekraïne. Maar één ding lijkt bijna wel zeker en dat is dat FC Dordrecht veel plezier gaat beleven aan Pedro Marques. Lomas. Dan probeert Norwich het maar met een lange trap. Die komt dan weer terecht bij wie anders? Adam Aida ziet dus een ooghoek ten hove voor zijn doel staan. En werkt dit op een keurige manier af. Een schitterend doelpunt van Adam Aida. Onthoudt u die naam bij Norwich City. Die gaan we in de toekomst ongetwijfeld nog tegenkomen. Misschien wel in de Premier League. FC Dordrecht dan met een slotakkoord. Het schot gaat hoog over. Het schot was trouwens van Dwayne Green. Maar levert wel een hoekschop op. Met Jari Schuurman achter de bal komt dan terecht. Op het hoofd van Noah Lewis knikt de bal keurig met een boog. Diagonaal terug. Langs de doelman, ook langs de verdediger. De huurling van Feyenoord, 18 jaar pas. Noah Lewis dus.